waren eigenlijk met de hele buurt op tegen dat het gesloopt zou worden. Maar nu het eenmaal zover is en de mensen uit de buurt al begint te vertrekken, is het toch wel van hoera, we krijgen iets nieuws. Ja. Ja, voor terug. En na 63 jaar mag dat ook wel een keertje. Hè? Ja. Als de kabels waren gebleven, hadden we niet mogen slopen en nieuwbouwen. Want dat is een randvoorwaarde om te kunnen nieuwbouwen. Het is ook een ingrijpend project. In eerste instantie voor de bewoners. Er zijn natuurlijk veel bewoners die hier al heel lang wonen. Die hier soms ook gewoon graag in hun huidige woning zouden willen blijven wonen. Maar wij moeten beslissingen nemen die lange termijn weer meegaan. En wij gaan hier sloopvervangende nieuwbouw plegen op 126 woningen. En in ieder geval komen er ook een aantal seniorenwoningen terug. En we hopen dat er zoveel mogelijk mensen weer terugkeren in deze wijk. Je ziet het, hè? Beperkte breedte, hè? Waar de kabels in moeten komen te liggen naast het riool. Ja. Prachtig verhaal, hè? Het is zeker de uitdaging als je kijkt van de beperkte ruimte die we hebben, de voorzieningen die we moeten nemen om de kabels erin te krijgen. En dat hier geen traditioneel betonriool moest worden, maar dat het echt een glasvezelversterkt kunststofriool is geworden, wat ook die levensduur van de kabels gaat overstijgen. Ja. En dat in de combinatie met deze paar meter die we slechts beschikbaar hadden, ja, dat is toch wel knap dat we dat hebben weten te bereiken. En daarmee ook de wijk weer een mooi aanzicht geven. Ja. Dat is denk ik toch heel belangrijk. Ik vind het toch een wat schoner gevoel dat je niet elke keer onder die leidingen door hoeft te lopen. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat het werk nu uiteindelijk gestart is in het park. Want we wilden eigenlijk jaren geleden bij de bouw van Dok Zuid, wilden we de kabels al op de grond brengen. En nu, een aantal jaren later, gaat dat eindelijk gebeuren. Ja. Ik denk wel dat hij hier misschien wel naar school gaat. Het is mooi dichtbij, op loopafstand. Dit uitzicht hebben we dadelijk niet meer. Nee, dan zijn die kabels inderdaad weg. Ben je er blij mee? Ik denk dat het echt een enorme verbetering is voor de buurt. Ja. Ook al het ruimtelijke aanzicht van die kabels, het is echt een enorme ingreep, een enorme kwaliteitsverbetering. Ja, wat maakte het voor jou nou zo belangrijk dat dat hele deel in één keer onder de grond kwam? Ja, voor ons was het een beetje nu of nooit. We hadden het idee dat als het half zou gebeuren, dat van uitstel afstel zou komen. De gemeenteraad neemt toch het besluit om 2,5, 2,8. Ja, dat is dapper. Toch anticiperend op een rijksregeling waarvan nog niet zeker is of die er gaat komen. Alle tekenen wijzen natuurlijk die kant wel op. Dus ik vind het ook een moedig besluit van de gemeenteraad. Ja.